Nou, waar kan ik dan naar luisteren? Er zijn een aantal zaken en ik heb even gewoon een aantal zaken waar je naar kunt luisteren en voor wie dat dan zou zijn. De eerste is altijd het leukste. Luister naar het compliment. En dat doen we heel graag. We willen namelijk graag horen dat we het goed doen. Dat is niet verkeerd hoor, maar daar luisteren we natuurlijk als eerst naar. En zeker voor de directie, en zeker als jij een communicatieadviseur binnen een bedrijf bent, dan wil jij natuurlijk naar de directie kunnen gaan en zeggen, ja kijk, iedereen praat goed over ons. Ik noemde het net al even met die voorlopers, de wens. Is er iets dat ze willen? Als je een nieuw product wilt ontwikkelen voor je research en development, is de wens natuurlijk van belang. Dus luister goed naar die wens in die sociale wereld. Luister naar de concurrent. Wat is die aan het roepen? Ben ik hetzelfde aan het roepen? Moet ik hetzelfde roepen of moet ik iets anders gaan roepen? Luister naar je voorlopers. Nou, ik heb hem net al even genoemd, maar ook trendwatchers. Er zijn mensen die zichzelf trendwatchers noemen alleen maar omdat ze goed zijn in luisteren naar die social media. Omdat ze daar horen wat er komt. En die zien die golfcurve van, hey, een term wordt hier opgepakt en die gaat heel snel groeien. En dan gaan ze roepen van, dat heb ik ontdekt. Return on investment. Ook heel erg belangrijk. Ik had mijn lijstje met termen die jullie moeten onthouden nog langer kunnen maken. Maar return on investment. Ik betaal X voor een communicatiedoelstelling te halen. Ja, haal ik dat wel? En ja, hoe wordt er dan over gesproken? Is dat altijd wel positief? En natuurlijk ook de bedreiging. Ja? Is er een kleine speler nu ergens die misschien heel snel heel groot kan worden? Het zijn zomaar een aantal zaken waar je naar kunt luisteren. En een aantal mensen die daarnaar zouden moeten luisteren. Maar het is wel belangrijk dat er is heel veel. En er wordt heel veel gesproken. En dit zijn een aantal van die zaken waarvan ik denk van ja, als je dat kan horen en dat kunt ontdekken, kun je heel veel dit jaar gaan doen. Wij zijn hier, zeg maar, met social media monitoring zijn wij ingestapt, nou, halverwege 2009, zeg maar. Toen hadden wij dat dus gehoord en dachten van, nou, daar moeten we ook wat mee gaan doen. En toen zijn we dus ook gaan luisteren. Echter is er in, en ik zeg het even uit mijn hoofd, ergens in Zuid-Amerika is er ook een bedrijf dat Imagro heet. En die doet ook een hele hoop online. Dus wat wij merkten, wij waren aan het luisteren en wij luisterden naar de hele wereld. En we merkten dat, nou ja, misschien de helft van wat wij vonden maar over ons ging. En daarmee hebben wij gezegd van, ja, dit werkt eigenlijk niet helemaal zoals wij willen. Wij willen eigenlijk naar die Nederlandse markt kijken. Wij willen eigenlijk naar onszelf luisteren. Of in ieder geval luisteren wat er over ons gezegd wordt. En wij willen trends gaan zien in Nederland. Bijvoorbeeld melkprijzen is een van die dingen die we willen zien. En we willen zien hoe daarover gesproken wordt en hoe dat ontwikkelt. Dus wij hebben gezegd van ja, daar is nu nog geen goede tool voor. Dus wij hebben gezegd van nou, als die Imago zijn, dan gaan we eens kijken van, zijn er partijen die ons daarbij kunnen helpen? Zijn er dingen die we zelf kunnen doen? En uiteindelijk hebben we gezegd van, we gaan het zelf ontwikkelen. En daarom zijn we begonnen met wat we noemen Sopini. Sopini is een samenwerking tussen Imagro en Team 4. Die zitten vandaag ook in de zaal, dus Remco. Team 4 is een markt- en opinieonderzoeksbureau. En de reden waarom wij natuurlijk daar, heb ik gezegd van nou, die samenwerking, omdat zij die kennis hebben van, hoe doe je nou marktonderzoek? Hoe doe je opinieonderzoek? En ja, waar moet ik dan naar luisteren? Eigenlijk wat ik net allemaal heb gezegd, die kennis hadden zij. En samen zijn we gaan kijken van ja, hoe zit dat nou in die Nederlandse markt? In de Nederlandse markt, naar welke websites moet ik gaan luisteren? Hoe kan ik dat dan vertalen naar werkelijke getallen en dat soort zaken? Wij hebben daar een aantal ideeën over gedaan en we hebben daar ook de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam als klankbordgroep voor gebruikt. Om te kijken van ja, hoe kunnen we daar nou mee omgaan? En uiteindelijk, en dat wil ik jullie ook laten zien, hebben wij Sopini daarvoor ontwikkeld. En dit is Sopini. Sopini is een social media monitoring tool, specifiek ontwikkeld voor de Nederlandse markt, om dus te kunnen luisteren naar jullie Nederlandse klanten. Dus als je een Nederlandse campagne doet, kun je kijken hoe die landt in Nederland. Het voordeel daarvan is, nou, ik gebruik altijd het voorbeeld van een hamburger. Stel, ik ben een Nederlandse hamburgerketen en ik wil weten hoe er gesproken wordt over hamburgers in het algemeen in Nederland. Ja, als ik dat op het hele internet ga luisteren, ja, hamburger, ja, dat is in het Engels hetzelfde. Dus dan krijg ik heel veel input vanuit het buitenland. Maar ik wil weten, vinden Nederlanders nou een hamburger gezond of vies of vet of lekker? Of eet ze dan nou veel of weinig? Ja, dan zeg ik, wil ik dus kijken specifiek naar de Nederlandse markt. Sopini heel even. Wat we hier hebben gedaan bij Sopini is eigenlijk op een periode afgezet hoe er gesproken wordt. En dan in aantallen. Wat je dus hier in de grafiek ziet, in de periode 6 februari tot 8 maart, zie je dus mijn drie hoofdtermen. Ik heb even gekeken naar de OV-chipkaart. Nou, die is trouwens wel de laatste tijd gedaald. Sven Kramer. Nou, die zien we ook meteen in een enorme piek terugkomen. En belastingverlaging. Belastingverlaging, daar ben ik gewoon geïnteresseerd in, want daar hoop ik altijd op. Maar daar wordt niet heel veel over geschreven.
Wat wel mooi is om te zien, is dat Sven Kramer hebben we ingesteld op zeg maar 22 februari. Toen gebeurde er wat. En dat zagen wij ook meteen terug in onze statistieken. Er ontstond namelijk rondom de term Sven Kramer stond een enorme piek. En je ziet hier ook al in de afgelopen periode, en eigenlijk vanaf 22 februari tot nu, zijn er zeg maar 4.500 berichten rondom Sven Kramer geweest. We doen dit ook voor de politiek. Voor de politiek zijn we zeg maar, met de gemeenteraadsverkiezingen gaan meten. En ja, dan zie je, hier heb ik heel even twee concurrenten tegen elkaar afgezet, Geert Wilders en Agnes Kant. En dan zie je dat die een hele poos gelijk opgaan, totdat er op een gegeven moment Agnes Kant zegt dat ze uit de politiek stapt, of in ieder geval wegstapt als lijsttrekker. En dan zie je opeens een enorme piek ontstaan. En dat is natuurlijk ook heel mooi om te zien hoe inderdaad dat dan verloopt. Ik kan ook bijvoorbeeld Jan-Peter Balkenende en Geert Wilders met elkaar vergelijken. En dan zie je dat Geert Wilders inderdaad online een stuk meer besproken wordt dan Jan-Peter Balkenende. Het is natuurlijk wel goed om te weten dat Geert Wilders dus online een heel actief is. Of het dan positief of negatief is, dat kunnen we ook zien. En dat kun je dan herleiden en daar kun je dan ook weer conclusies aan gaan hangen. Maar het belangrijkste is vooral om het tussen je oren te krijgen dat er van alles aan de hand is. We praten namelijk over een, nou ja, laten we even gemiddeld een 250 berichten per dag. 250 mensen die de moeite nemen om hierover te praten. Maar sorry, dat positief en negatief, hoe meet je dat dan? Als iemand twittert van ik vind het niks, dan weet hij dat dat negatief is? Of? Nou, de exacte methode erachter is een heel ingewikkelde formule. Maar in principe is het is lastig. Maar wat je doet, je herleidt uit de zin de positieve en negatieve woorden. Dus je kunt zeg maar alle de, het en een weghalen. Dan kijk je naar het woord wat centraal staat. Dan kijk je naar de woorden die je overhoudt ervoor en erna. En dan ga je daar een formule op toepassen die zegt, oké, dit wordt positief, positief. Hey, dit woord versterkt dat woord weer. Oh, wacht, dit woord ontkracht dat weer. Die formule zeg maar, ja, dat is een hele lastige. Daarom is er momenteel nog een aantal die neutraal blijven. Alle neutraal zijn de berichten die je niet kunt waarderen. Maar je kunt wel een richtlijn geven. Mif, ja? Je hebt hier een aantal termen met een naam, dan is het denk ik vrij makkelijk. Maar je noemde eerder ook al zeg maar, zoekmachine-optimalisatie als een andere term hebt. Hoe werkt dat hier? Want je zou bijvoorbeeld, in mijn geval, kun je het hebben over suikerbieten of bieten of suiker. Dat zijn allemaal verschillende termen. We hebben synoniemen. Doen we sowieso. Dus je hebt bijvoorbeeld Jan-Peter Balkenende en daar hangen synoniemen aan. Bijvoorbeeld een synoniem is JP Balkenende, noem ze allemaal maar op. Dus we hangen synoniemen altijd aan een andere term. Ja, en dat kun je dus, jouw hoofdterm is suikerbiet en daar hang je dus dan alle verschillende ook. Ja, denk ook aan spelfouten, maar spelfouten halen we gelukkig automatisch uit. Maar als je bijvoorbeeld zo'n term als suikerbiet wat redelijk specifiek is, dan ga je het ook weer met een iets andere doelstelling gebruiken. Bijvoorbeeld meer voor trendwatch. Dan kijk je van, hey, de hele tijd blijft op suikergebieden blijft het neutraal. Rond 5-6 berichten bijvoorbeeld per dag. En dan opeens krijg je een piek van 20 berichten. Misschien is dat alles al, hè. En dan is wel die 20, waar komen die opeens vandaan? En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld de dag daarvoor iemand getwitterd heeft dat die suikergebieden kankerbestrijdend zijn. En dat is de dag daarna opgepakt weer door wat anderen. En dan zie je dus opeens een hele ontwikkeling. En daar kun je dan weer op inspelen. Maar het allerbelangrijkste is, en of je dan Sopini of andere tools gebruikt, of dat je gewoon zelf dagelijks op voren actief bent, allerbelangrijkste is gewoon luisteren. We kunnen het allemaal zo goed weten, maar als je gewoon een half uurtje gaat zitten achter je computer, de voorraad afgaat en gewoon gaat luisteren, dan hoor je al zoveel. En we kunnen er ook zoveel mee. En dat betekent dat we alleen maar mooiere producten kunnen maken, betere campagnes kunnen maken, klanten tevreden kunnen maken en tevreden kunnen houden. En volgens mij dat is het allerbelangrijkste uiteindelijk.